All right, teamies. Good evening. Goedenavond iedereen. Welkom op onze wekelijkse teamcall. Ja, ik heb er alvast super veel zin in en ik hoop jullie ook. Voor de mensen die nieuw zijn, we hebben hier een berichtjesbox op Zoom. Als er vragen zijn, mensen along the way, alsjeblieft, zet ze gerust in de chat. Er zijn ondertussen nog wat mensen aan het inloggen. We zijn richting de 50 deelnemers aan het gaan. Yes, good evening. Ja, mensen, traditioneel op post op onze wekelijkse Sunday evening teamcall 8 uur. Eén business win. Eén business win van deze week. Het kan een inschrijving zijn. PIB, het kan dubbel PIB zijn. Misschien ben je consultant geworden, ben je manager geworden. Heb je 5-cycle bonus gedaan. Of ben je net associate geworden, is ook een business win. Ik zie het graag in de chat. Mensen, ook een business win kan zijn, bijvoorbeeld een Zip en Zample. Als je zegt, ja, ik ben allemaal net gestart en ik heb een presentatie, Zip en Zample gedaan voor jouw familie. Perfect, is ook een business win, alles kan. Tine zegt, Tine Schemaker zegt, belofte van inschrijving. Leuk, het begint natuurlijk met een belofte. People come into your downline and eventually into your team. Dus dat is het allerbelangrijkste. Sandra zegt, oh, nu gaat hij heel snel. Diana zegt, nieuwe klant ingeschreven, super. Cedric en Sylvie, mijn downline die de rechter werd. Ja, klopt, we gaan inderdaad nog een paar special shout-outs doen. Malika zegt, ja, top, twee nieuwe klantjes. Jullie zitten in Spanje, super om te zien. Sandra zegt, Sander Duke zegt, twee nieuwe klanten opgestart. Proficiat, Saskia Kempenaar, twee Zip en Zamples op één dag. Dat is van dedication gesproken. Leuk, Bianca zegt, positieve vibe, Hans Week, ja. Mensen daar beginnen mee. Goede mindset, positieve vibe. Als je het uitstraalt, dan ga je het uiteraard ook aantrekken. Bernadette zegt twee gesprekken gehad. Even afwachten. Leuk. Carlien, ik geloof van de Veer, als ik me niet vergis. Net consultant, super proficiat. Echt, eerste stap in deze business. Ja, van de Viver, ik zie het nu staan. Top, top, top. Melanie zegt meerdere inschrijvingen en afspraken. Zip en Zample. Ela zegt komende week twee Zip en Zamples op vakantie, één klant opstaan. Mensen zelf op vakantie, kan je klanten opstaan. Because people are everywhere. Mensen, ja, er zijn mensen genoeg. Als mensen tegen mij zeggen, Michael, ik ken niemand niet meer. Mijn warme market is uitgeput. Er zijn mensen genoeg. Iedereen is gebaard met onze producten. Weight loss, performance, skincare, beauty, name it. Binnenkort nog een betere mentale focus met Nootropic. Maar daar hoort je meer over. Ik stel altijd de vraag, ja, zijn er meer mensen in de wereld die je niet kent of zijn er meer mensen in de wereld die je wel kent? Ja, het antwoord is uiteraard, er zijn meer mensen in de wereld die je nog niet kent. Dus die 9 miljard mensen kan je inderdaad nog allemaal gaan aanspreken en enthousiasmeren. Wat nog? Jessica zegt, Jessica van der Linden, nieuwe businessbouwer bij. Leuk, leuk, leuk. Welkom. Carmen en Hans, een klant die... En 3 maanden 18 kilo, dat is de moeite. Dus een klant die in 3 maanden 18 kilo kwijt is, ja, het systeem bewijst mensen dat het doet wat het moet doen. De locatie is bevestigd, Sander zegt, de locatie is bevestigd voor een maandelijkse opportuniteit in Amsterdam, die binnenkort van start gaat. Ranjena zegt, net te horen gekregen dat we bij Diversity Show 30 oktober aanwezig zijn met onze collega Elixir. Leuk, exposure after exposure. Leuk om te zien. Yannick zegt, leuk meet and greet gehad, klopt. Ik was erbij, Yannick, deze week bij BNI in Gaveren. Melanie zegt, Teambuilders Club coupon. Ja, leuk aan mensen. Twee inschrijven in een week, dan heb je een coupon in je backoffice van €44. Kan je leuke producten mee kopen. 5 inschrijven in de maand. De poolmaand die loopt net af voor oktober. Dan heb je een coupon van maar liefst €133. Kan je zegt, tijdens vakantie groei en team en business. Top, top, top. Kathleen Vermeulen, vermoed ik. Nieuwe businesspartner heeft haar eerste klant en tweede in de running. Top. En Isabel zegt, hey, dat zou waarschijnlijk een typfout zijn. Goed, ja, leuk om te zien. Special recognition. Weet of weet niet, mensen, we zitten ook in de rapid reset. Dat betekent van het moment dat je associate wordt, dan kan je in dit systeem, in dit genieuze compensatieplan, een aantal ranks hitten. Met uiteraard een bijhorende bonus. Ja. Als je binnen de timeframe jouw bonus haalt, dan krijg je uiteraard de money. Altijd leuk. Je start als associate. Van het moment je twee klanten inschrijft, eentje links, eentje rechts, dan ben je in het systeem Crystal Consultant. En dan krijg je een bonus. Ik ga straks nog eens een kleine popquiz doen met jullie. Maak je 2 consultants binnen de 8 weken, dan ben je Crystal Manager, krijg je een bonus. Maak je 6 consultants binnen de 4 maanden, van het moment je gestart bent als associate,
dan krijg je de Crystal Director bonus en word je Crystal Executive. Dan maak je 10 consultants, 5 left en 5 rechts uiteraard, binnen een timeframe van 6 maanden en dan krijg je Crystal Executive bonus. We zitten nu in een reset, mensen nog altijd. En de reset naar director, die loopt af volgende week. Dus mensen die zeggen van, ja, het zou me luxe zijn om in de rapid reset dubbele bonus, want het is een dubbele bonus in de reset, heel leuk. En het uiteraard aansluitend naar 4 december, waar dan de Crystal Executive bonus ook nog kan uiteraard met dubbele bonus. Special shout-out hier in deze reset, mensen, naar Dominique van Dalen en Sophie Hunning. Ja, superkoppel, powerkoppel. Ze pakken de Crystal Executive nog eens in de reset. Dus ja, heel leuk om dat te zien. Nog voor in feite de deadline. Dus proficiat Dominique en Sophie. Mensen, je mag altijd put some love in de chat. Het is altijd leuk om een beetje bedankingen, appreciatie te krijgen vanuit het team. Dus Dominique en Sophie, proficiat. We hebben ook een aantal mensen die deze week ook Crystal Director zijn geworden. Proficiat aan Anja Baart. Anja Baart, ja, super om te zien. 6 consultants maken en dan heb je de leuke bonus voor Crystal Director. Ook dikke proficiat aan Graziella en Roger. Heel snel, spectaculair. In no time, director, Crystal Director bonus. Dus Graziella en Roger uit het team van Sylvie en Cedric en uit het team van Barbara Gandolfi. Ja, in no time. Onmiddellijk Rapid Reset Crystal Director. Leuk om te zien. Ook Kelly van der Waal uit het team van Saskia van Kruchten. Ja, super leuk om te zien. Crystal Director bonus plus de money on top. Nog voor het einde van de Crystal Director bonus volgende week zondag. We hebben ook een nieuwe Crystal Manager bij. Ja, die bonus, die dubbele bonus en reset, die is al voorbij, al een paar weken. Maar Valerie Fijs, die pakte de gewone Crystal Manager bonus ook deze week. Valerie Fijs uit het team van Dominique. Special shout-outs, super om te zien, mensen. Goed, praktische info voor deze week. Uiteraard, morgen zijn we maandag, Money Monday. Geven we om 8:30, dus 8:30. Ja. De webinar om een kijkje te nemen naar onze financiële opportuniteit. Dus als je zegt, ik heb mensen die vragen, Michael, wat is het compensatieplan? Hoe verdien ik geld? Wat is passief inkomen? Waarom zou ik network marketing in deze bizarre tijden opstarten? Now is the time om zoveel mogelijk mensen op de call te zetten. Morgenavond, steeds op maandag, om 8:30, Money Monday. Morgen is mezelf aan de beurt, dus een half uurtje om inderdaad de call te volgen. Mensen, ook voor jezelf, het is altijd lucratief, leerrijk om opnieuw op een call te zetten en uiteraard dingen te gaan leren. En uiteraard jouw mensen uit te nodigen die een info willen naar het verdienmodel, naar het financiële plaatje. Dus morgenavond Money Monday, 8:30. Ook traditionele post, iedere week mensen, woensdagavond om 8:00, Wellbeing Webinar. Ik post, of wij posten liever steeds ook alles in de Facebookgroepen Team EZ België-Nederland. Uiteraard onze coachingsgroep voor België-Nederland, dus Team EZ België-Nederland. Daar komen alle visuals en Zoom-codes in, dus woensdag 8:00 Wellbeing. De webinar mensen die jouw info verschaft naar producten toe. Dus als je zegt, ja, ik wil meer weten over Little Ball of Amazing, collageen, performance producten, weight loss, be my guest, wees aanwezig. Je kan altijd bijleren en uiteraard nodig jouw mensen die interesse hebben om een kijk te nemen naar onze fantastische producten. Wat nog straks om 9:00, call met onze Amerikaanse coaches, Zach en Eden, 9 tot 9:30, 30 minuten, uiteraard in het Engels. Dit naar calls. Uiteraard ook de laatste van de Leader in Training. Ze zijn volgende week zaterdag, mensen, zaterdagmorgen. Dus Marcel organiseert op geregelde tijdstippen Leaders in Training of Grow Week. We krijgen ook volgend jaar een aantal Grow Weeks, waar we jullie of uiteraard ons gaan trainen. En nu zaterdag, aanstaande zaterdag, is de laatste van de 4. We hadden nog maar net gisteren Ela, big congrats, echt super gedaan. Het was training over compensatieplan, met uiteraard de nieuwe cijfers die we straks nog eens met jullie gaan overlopen. Dus neem alvast pen en papier, als je dat zou leuk zijn, om de nieuwe cijfers die een pak hoger liggen financieel te noteren, altijd leuk. Dus het was echt een super training gisteren door Ela. En dan inderdaad nu aanstaande zaterdag in de ochtend om 9:30, van 9:30 tot 10:30 door niemand minder dan Lisanne.
Dus de Leaders in Training, die altijd leuk is om te volgen om jouw business te gaan boosten. Goed mensen, wat nog? We zitten in de laatste uurtjes van de pool van oktober. Zijnde als je zegt, ja, ik ben manager, wat is een manager? Dan heb je 2 actieve consultants. Dan doe je mee in de managerpool. Je kan 3 maanden meedoen, consecutief, dus opeenvolgend in de managerpool. Dat $1000 extra iedere maand in de managerpool. En je zegt, ja, misschien heb je nog een inschrijving nodig. Misschien moet je nog een rank advancing maken. Now is the time. Net hetzelfde ook voor director. Director pool tot €2500 extra per maand on top. We hebben nog maar net vrijdag de recognition gehad van Marcel. Als je ziet mensen, de bedragen die er binnenkomen. Manager pool, director pool. Ja, mindblowing, fenomenaal. Wat er inderdaad on top nog kan verdiend worden. Ik ga even iemand unmuten. Voilà. Yes, het was Sophie. Welkom Sophie op onze call. De directorpoes tot $2500 per maand. Kan je 3 maanden in de directorpoes. Wat moet je doen om een directorpoes te zijn uiteraard? Paid as director, dus 6 actieve consultants hebben. Een aantal mensen inschrijven binnen de maand. Zorgen dat die mensen ook mensen inschrijven. Dus jouw 2 PET rank advancing doen. Als je een consultant maakt, krijg je 2 punten. Maak je een manager, krijg je 6 punten in het systeem. Maak je een director, krijg je er 8. Maak je een executive, waar uiteraard iedereen naartoe wil, krijg je 10 punten voor de pools. En uiteraard, je blijft actief als manager, director en uiteraard ook executive. Net hetzelfde voor executive. Eens je executive bent, paytest, doe je continu stand in PD mee in de executive pool. Dus als je zegt, ja, ik moet nog op een aantal pairs punten scoren. De pool van oktober die loopt deze avond af. Of liever, morgen nog 6 uur onze tijd. We hebben dan nog 1 week mensen tot volgende week zondag, 30 oktober. Om inderdaad die reset te pakken van Crystal Director. Ja? Dus mensen zeggen, ik ben manager en ik wil ja, toch aan die 6 consultants komen. Het hoeven niet 3 links en 3 rechts te zijn. Het mag 2, 4 zijn. Het mag zelf alle consultants aan 1 been zijn. Maar goed, dat ambiëren we natuurlijk niet. We proberen evenwicht te bouwen, zowel in jouw linkerbeen als jouw rechterbeen. Dus haal je die 6 consultants mensen voor volgende week zondagavond. Dan ben je in de reset Crystal Director en pak je 2 maal 640. €1328. Ja, mensen, wie wil €1328 verdienen? Ik zie graag een 1 in de chat. Als je zegt, Michael, €1300 lijkt me wel leuk op een pittige zondagavond. Ik dacht het ook. Uiteraard gaan we door. Voor de mensen die zeggen, ja, ik ben director. Of misschien niet. Je haalt hem of niet. Alles kan uiteraard. Naar 4 december, mensen. En dit is de deadline in de reset voor Crystal Executive. Ja. 2 maal €883 voor Crystal Executive deadline 4 december. Je moet dan uiteraard 10 consultants hebben. Voor de mensen die nog nooit eerder executive waren in het systeem, 5 consultants in jouw linkerbeen, 5 consultants in jouw rechterbeen. Het mogen ook oude consultants zijn, dus je mag nieuwe associate consultants reanimeren, reactiveren, om aan 10 consultants te komen. Mensen die als ooit eens die paid as executive stonden, die moeten, ja, jammer genoeg, of misschien ook niet, 10 nieuwe consultants maken. En het hoeft dan niet 5 links, 5 rechts te zijn. Het mag verspreid zijn, maar het als executive zijnde. Opnieuw in de reset, 10 nieuwe consultants voor 2 maal €883. Ja, Jessica, die ga je zeker halen. Wij gaan supporter voor jou, absoluut. Goed, wat nog mensen? Oké, een aantal core commitments, een aantal tools, ja, een aantal handleidingen, zeg maar, om jouw business te gaan boosten. Naar de volgende stap. Ik heb er 7. Er zijn heel veel skills uiteraard in network marketing, maar we proberen toch een beetje een bundel, een samenvatting te maken. Eerste core commitment is, je zult een aantal reach-outs moeten doen. Ja? Als je niet naar mensen opstapt, of afstapt liever, dan zal er weinig gebeuren. No action, no results. Dus het kan online, offline. Als je zegt, ja, ik bouw mijn business voornamelijk online, via jouw platform, Facebook, Instagram, TikTok liever, LinkedIn, neem het, zoek iets waar je jezelf comfortabel bij voelt. Je zult een aantal berichten per dag moeten uitsturen. 2, 5, 10, 100, 500, 1000 per dag. Pick your number. Hoe meer berichten je uitstuurt, hoe meer actie en reactie je zal krijgen van jouw netwerk. Wat stuur je uit? Je bouwt eerst een connectie op met mensen. Hey, hoe is het? Ik kwam hier tegen bij voorgestelde vrienden. Ik zie dat we dezelfde passie delen. We delen passie voor dieren of we hebben dezelfde hobby. En je gaat uiteindelijk een connectie gaan opbouwen. Om uiteindelijk finaal te komen. Hey, zou je ervoor openstaan dat ik jou een woordje uitleg geef over wat ik doe? Ik zit in de health en wellness. Ik ben een health en wellness coach met een aantal heel sterke natuurlijke premium producten.
En ik zit er ook uiteraard in online marketing, professional network marketeer. Zou je ervoor openstaan om extra een paar honderd euro per maand of misschien zelf een paar honderd euro per week bij te verdienen? Hoe meer jezelf uiteraard jouw Isagenix story gaat vertellen, hoe beter. Mensen, dat is stap nummer 1. Stap nummer 1 die wij geven aan een team is 1. Maak jouw contactlist. Wie ken je die we kunnen aanspreken, online, offline? Eerst uiteraard warme mensen, mensen die je kent, vervolgens een koude mensen. Ja. Mensen die je uiteraard niet kent, contactlist, prospectlist. Tweede stap is jouw verhaal, je 30-second story. Ja. Wat is jouw productverhaal? Wat is jouw businessverhaal? Je kan uiteraard beide stories hebben, product-wise, business-wise. Jouw stories, mensen, veranderen ook along the way. Als je langer in network marketing in Isagenix zit, zal jouw business en uiteraard ook jouw productstory zal die veranderen. Pas die aan, maar alsjeblieft, zorg dat je zelf een story hebt. Ja? Dat je makkelijk op social media kan delen, of uiteraard als je mensen aanspreekt offline, belly-to-belly, in person, op een presentatie, in een sportclub, whatever. Zodat je uiteraard jouw 30-second story hebt. Hey, ik stel mezelf voor, hey, Michael Bokkaert. Ik ben gym-owner. Voor Isagenix was het niet altijd makkelijk om mijn atleten te gaan coachen omwille van het energielevel, omwille van de niet juiste voeding. Ik zit 4-5 jaar in Isagenix. Wat zie ik? Grote verschillen, meer energie bij mijn klanten, een betere fysiek, een betere immuniteit, een betere weerstand, een betere conditie. Dus ja, ik ben een tevreden coach. Je hebt er altijd in jouw story een aantal punten voor Isagenix. Ja, dan zeg je van, ik ben voorgesteld, dit is mijn coach. En Isagenix, ik doe zo lang het Isagenix verhaal en een aantal punten, 3 punten na Isagenix, uiteraard positieve en verbeterde punten. Dus oefen jezelf uiteraard op jouw 30-second story. Het zal jouw belief alleen maar boosten. Dus een aantal reach-outs mensen per dag, online, offline. Tweede core commitment is commit to an online event. Een online event is een event als dit, een team call. Morgen Money Monday om 8:30. Het kan alles zijn. Ja, een webinar misschien door je team gehost met extra tools. Kan allemaal. Derde core commitment is commit to an offline event. Zijnde, we maken heel graag promo voor Super Sunday. Super Sunday nog eenmaal dit jaar, mensen, op zondag, uiteraard zondag Super Sunday, 20 november. In Antwerpen zitten we ditmaal nog in Blue Radisson Hotel. Het is een dag voor ons, een dag voor de associates, dus niet voor onze klanten. Speciaal allemaal voor onze klanten, voor onze associates, die uiteraard iets willen bijleren naar de business toe. Dus een dag lang zondag, we starten rond een uurtje of 10 tot rond een uur of 4:30, 5. We gaan training geven over alles. Social media compensatieplan, waarom network marketing. We gaan een panel aanleggen om al jullie vragen en objecties te weerleggen. Dus het wordt super, super leuk. Graag aanwezigheid. Tot deze avond, mensen, zijn de tickets nog aan 10 euro. Vanaf morgenochtend gaan de tickets voor Super Sunday van 10 naar 20 euro. Dat worden dubbel duur. Dus als je zegt, ja, ik heb nog iemand die wilt komen. Ik heb net een nieuwe associate of voor jezelf. Maar het is ook leuk om tickets voor je team te kopen. Hè. Het hoeft natuurlijk niet, iedereen bouwt zijn business uit zoals je zelf verkiest. Maar als je nog maar net een nieuw member hebt, koop ze een ticket, 10 euro voor Super Sunday, 20 november. En dan gaan we een leuk feestje tegemoet. Uiteraard ook een offline event, 14 en 15 januari. Traditioneel een kick-off bij het begin van het jaar. Dus 14 januari 2023 zitten we in Nederland, Rotterdam. En dan 15 januari op de zondag zitten we in Antwerpen. Uiteraard voor de mensen van België. Iedereen is overal welkom. Je kan zowel zaterdag als zondag België-Nederland doen, als je daar zin in hebt. We gaan het jaar instappen en de komende activiteiten, incentive promos voor 2023 aankondigen. Goed, vierde core commitment is commit to personal development. Ga jezelf als persoon, als associate, als businessbouwer persoonlijk gaan ontwikkelen, mensen. Het kan via het lezen van boeken, Google Network Marketing. Het kan naar podcast luisteren. Kijk op YouTube. Er zijn goeroes en leiders genoeg die network marketing perfect presenteren. Dus ga eens luisteren wat jezelf gelukkig maakt. Als je zegt, ja, als ik deze persoon, man, vrouw hoor, kan ik toch net iets meer gaan presteren in mijn business. Volgende core commitment, ja, een aantal stappen mensen als je nieuwe mensen in de business leidt, om hen duidelijk te maken hoe alles in elkaar zit. Ja. Je start iemand op als klant, uiteraard ook liefst zo snel mogelijk als associate, als businessbouwer. Ik ga er altijd vanuit, ik start een klant op, die wordt vrij snel associate binnen de week en ik maak die ASAP heel snel consultant. Ja. Ik ga ervan uit, dat is mijn mindset.
Met consultant make a machine. Ik ga zo snel mogelijk van mijn klanten associate en consultants maken. Dus als je klanten associate opstart, maak ze wegwijs. Ik doe altijd een unboxing call van hun backoffice. Ik zeg van, hey Tamara, laten we even eens op de Zoom komen. Ik ga uitleggen hoe je backoffice eruit ziet. Dit, op die manier kan je bestellen. Zo stel je je periodieke bestelling in. Als we geld gaan verdienen, daar staat het compensatieplan. Daar staan de rapporten als je manager, director, executive wordt. Dus ik ga echt stap voor stap de backoffice gaan overlopen. Zodat mensen weten hoe ze hun backoffice moeten gebruiken. Zodat ze weten hoe ze moeten inloggen, hoe ze moeten bestellen. Hoe ze uiteraard mensen moeten gaan inschrijven. Hoe ze hun team links en rechts gaan uitbouwen. Ja, dus belangrijk mensen, leg die backoffice uit. Zodat mensen hun inloggegevens hebben. Zodat ze zich registreren voor de Ice Body Challenge. Het gratis downloaden van de ICE Live app is super belangrijk. Ja, daar kunnen ze al uiteraard ook alles vinden. Mensen die business bouwen, de Penny app is een handige tool. Ik gebruik hem persoonlijk alleen, of toch zoveel mogelijk, voor mijn follow-up en voor mijn autoships. Zodat ik weet wie waar en op welke datum. Dat is toch belangrijk. Naar backoffice, voeg ook jouw mensen toe in de groepen. Iedereen heeft uiteraard ondertussen zijn eigen klantengroepen, zijn businessgroepen. Ja, wat wij zeker ambiëren is naar associate, naar businessbouwers toe. Voeg ze toe op Facebook, Team EZ België Nederland. Daar komen al onze associate, onze businessmensen in. En uiteraard voeg ze ook toe op Facebook, op de pagina van Marcel. Dus AsioGenics Business België Nederland. Belangrijk. Dus dan gaan mensen toch weten waar ze naartoe moeten. Dat ze alle info krijgen naar webinars, naar calls, naar events. Dat ze up-to-date blijven wat er allemaal zeilt. Goed, wat nog? Zesde core commitment is jouw map, jouw road to executive mensen. Ja? We hebben nog maar net gisteren de training gehad van Eda. Superleuk, superleerrijk. Als je zegt, Michael, ik wil deze business snel of traag doen. Uiteraard aan iedereen zijn mug. Ik hou van snelheid. Ik zeg van, show me the big money. Snel 5000 euro verdienen. Hup, dan gaan we de weg naar executive, crystal executive afleggen. Je kan het rapport afprinten, mensen, in jouw backoffice. Die zit op asioGenicsBusiness.com, ook op onze de trainingsite van Zach en Ian, dus Our EZ Training. Staat ook de map, de road, het papiertje, zeg maar, road to executive. Je kan het uiteraard ook zelf tekenen, het is simpel. Je zet jezelf bovenaan in een cirkel. 5 mensen links, 5 mensen rechts. En je gaat die mensen gaan opbellen of je gaat die in-person gaan ontmoeten. En je vraagt aan die 10 mensen die je persoonlijk aanspreekt. Het zitten uiteraard mensen waarmee je business wilt doen. Dus je gaat op zoek naar avatars, naar mensen die like-minded zijn. Als het over mezelf gaat, ik zoek mensen die sportief zijn. Die zeggen, ik ben money-minded, ik ben positief. Ik wil de next stap in mijn leven. Het zou leuk zijn om niet tot de rest van mijn leven tot mijn 85ste te moeten werken. En misschien wat vroeger in pensioen te gaan. Naar die mensen ga je op zoek. En uiteraard vraag je aan die mensen, ken je een aantal mensen die eten? Iedereen kan onze producten gebruiken. Of die huid heeft. Ja, iedereen heeft huid, skin. Uiteraard collega elixir. En ken je mensen die ook wat geld willen verdienen? We gaan die mensen contacteren. We maken van onze 10 klanten of onze 10 mensen, maken we 10 consultants. En dan ben je crystal of, als je het binnen de timeframe doet, executive of crystal executive. Hugo vraagt, is de training van gisteren opgenomen? Ja, klopt. Die training is opgenomen. Maar die staat, Hugo, in de Facebookpagina van Leaders in Training. Dus ik weet niet, als je lid bent van die groep, dan kan je de raad herbekijken. Goed, mensen, een aantal vragen en een kleine quiz. Eens kijken wie er al op de hoogte is of wie zijn studie al gemaakt heeft. Naar het compensatieplan dus toe. We hebben inderdaad een upgrade gehad naar money toe. We hebben een salarisverhoging gehad, wat natuurlijk altijd leuk is. Een cycle is uitbetaald aan 900 BV, dus aan 900 punten. Die was voordien €43,90. Nu met onze raise, met onze salarisverhoging, die wordt uitbetaald. Weet iemand het exacte eurobedrag? 47,48. Die voor ons verschijnen. Ja, inderdaad. De meesten hebben al een les gedaan. Om exact te zijn, €47,80. Dat is een kleine €48, mensen. Dus we gaan van een kleine 44 naar een kleine €48 voor een cycle. Dus we hebben maar liefst 10% raise gehad van AsioGenics altijd leuk per cycle, dus per passief inkomen. Voor de mensen die nieuw zijn, mensen, wat is een cycle? Als je 900 punten verdient in jouw account, dan doe je cycle, dat is een term, en dan word je uitbetaald aan een kleine €48. En de 900 BV is altijd de combinatie van 300 links, 600 rechts, of vice versa, afhankelijk van jouw team. Wanneer krijg je punten? Als iemand wordt ingeschreven, als iemand herbestelt, als een klant een andere klant inschrijft,
alle punten komen altijd door alle accounts, niet alleen door jouw account uiteraard, maar door alle accounts zelf als klant. Maar goed, niet visibel, niet zichtbaar als klant, maar van het moment je associate bent, dan zie je de punten stromen, zeg maar. Dus van het moment je 900 punten hebt, dan verdien je 48 euro. Oké, wat nog? Quiz, de Christen Consultant bonus. Dus als je consultant wordt in het systeem, één persoon schrijf je aan jouw linkerbeen met minimum 100 BV, minimum 100 BV rechts, was 40 euro. Die is opgetrokken naar hoeveel? 44, Yannick, ja, Jacqueline 44. Ja, perfecte mensen. Dus als je Christen Consultant wordt in dit systeem, ik kan even iedereen unmuten. Ja. Oké, okay. Als je Christen Consultant wordt in het systeem, dan krijg je nu een bedrag van 44 euro. Wanneer word je Christen Consultant? Dus nog eens, een persoon in je linkerbeen 100 punten BV en een persoon recht 100 BV. Binnen een timeframe van 4 weken, mensen. Ja, binnen de maand, dan krijg je die Christen Consultant bonus van 44. Goed, de volgende bonus is Christen Manager. Als je 2 consultants maakt, dus in feite maak je 2 driehoekjes in het systeem. Het hoeven geen... het hoeft niet links en rechts te zijn, het mogen zelfs 2 driehoekjes of 2 consultants zijn aan dezelfde kant, in jezelfde teamleg. De Christen Manager bonus was 203 en die is nu opgetrokken naar, ik zie 222, 221. Wie zal het zeggen? De volgende misschien. Oké, Jacqueline heeft het juist, 221, ja. Dus die is opgetrokken van 203 naar 221, Christen Manager bonus. Volgende rank, volgende stap, volgende positie, zeg maar, is director. Christen director, van het moment je associate bent, maak je 6 consultants. Dan ben je Christen director in een timeframe in een periode van 4 maanden. Voordien was het 609 voor Christen director en nu is het, weet iemand, Christen, nieuwe Christen director bonus? Niemand? Oké, okay, dan we meer directors moeten maken. Jacqueline zegt 668 bijna. Ja, inderdaad, 664. Dus 664, dus we gaan van 609 mensen naar 664 voor Christen Director. 6 consultants maken binnen 4 maanden. Last but not least, executive. Christen Executive, binnen een timeframe van 6 maanden, een half jaar, maak je 10 consultants, 5 links, 5 rechts. Voordien was het 813 Christen Executive bonus. Nu gaan we naar, weet iemand, het exacte Christen Executive bedrag. 886. Yes, bingo. Ja, amai. De bedragen voor executives zijn gekend. Inderdaad, 886 euro. Goed, nog eentje. De 5-cycle-bonus. Wat is een 5-cycle-bonus, mensen? Als je start als associate en je maakt voor de eerste keer, de eerste maal, 5 cycles per week, niet per maand. Ik krijg er altijd berichten over. En Michael, is het per maand de cycles? Nee, de cycles zijn per week. En je verliest uiteraard nooit punten, nooit BV. Het wordt altijd maar opgespaard tot je volgende cycle. Op het moment dat je 5 cycles doet per week, dan verdien je natuurlijk 5 maal een 48 euro, plus de 5-cycle-bonus. De 5-cycle-bonus was voordien 406 euro en die is nu opgetrokken naar, weet iemand het exacte bedrag voor de 5-cycle-bonus van nu? Ela zou het moeten weten, want ze heeft het gisteren gepresenteerd. Dus de nieuwe 5-cycle-bonus is 400, bijna Isabel. 443. Isabel was er bijna juist. Het was bijna voor een box nootropic die er snel aankomt. Goed, en uiteraard de desbetreffende cycle bonus ook. We hebben een 10 cycle bonus, dus van het moment dat je 10 cycles doet per week, dan doe je al 10 maal 48 euro. Die is ook opgetrokken van 813 naar 886. Ja? Dus de 10 cycle bonus van 813 naar 816. 886 liever. De 20-cycle-bonus staat nu op 1772 euro. 40 cycles in een week, ja. Mensen, wie willen 40 cycles in een week? 40 maal 48 euro. Ik dacht het ook, Carmen. De 40-cycle-bonus is opgetrokken naar 2658 euro. En last but not least, 60 cycles per week. Ja, mensen, 60 maal 48 euro. 3000 euro per week aan passief inkomen. Ja, los van je inschrijving, los van je rank advancing, los misschien van je PIB en double PIB. 60 cycles per week staat nu op 3544.
Goed, en last but not least, als je een consultant maakt mensen, dus stel nu je maakt een driehoekje, voordien kreeg je als, voor het maken van een consultant €81 en die is ook opgetrokken van €81 naar, weet iemand het bedrag? 88, ja, super, dank u wel. Jacqueline, Isabel, Bernadette, bijna, Yannick weet het, 88. Ja, dus als je een consultant maakt in het systeem, je maakt een driehoekje, dan krijg je nu €88 voor jouw eerste 20 consultants. Dus vanaf jouw 21ste consultants. Voor de mensen die er al wat langer in zitten in het systeem, no more money. Maar goed, de eerste 20 die worden betaald aan 88. Alright. Tot zover de core commitments, de 7 core commitments. Ja, belangrijk mensen, de topic komt. Mijn collega Sander zal onmiddellijk nog iets verder vertellen. Maar ja, 9 november, lancering van de topic. De tweede van de drie. We hebben inderdaad 3 elixiers, of er komen 3 elixiers naar Europa. Eentje hebben we uiteraard al. Collageen, ja, wat fantastische resultaten brengt en bracht. De tweede is de Tropic lancering 9 november. Ja, specifiek mensen naar mentale focus, cognitieve eigenschappen. Mensen zeggen, ja, ik zou wel meer gefocust willen zijn, wat alerter willen zijn in mijn job of in, zelf in het sporten. Kan perfect. 9 november, lancering Nootropic. En dan hopelijk volgend jaar het derde flesje van de trilogie elixiers zijn de Adaptogen, specifiek naar cortisol verlagend, naar het verlagen van stress. Een beetje gelijkaardig aan Ionix, maar een stuk krachtiger nog in een klein flesje. Inderdaad, Sander zegt ook, op 9 november opening van Roemenië mensen, dus een nieuwe market in Europa, als ik het zo mag stellen. Dus als je zegt, ik ken mensen in Roemenië, ja, nou is het time om uit te reiken naar die mensen. Ook op 9 november, snackbites, die blijven, pardon, permanent, dus die waren voordien limited edition, die zijn nu, of die worden ook op 9 november snackbites permanent. Die vraagt, vervangt Adaptogen dan Ionix? Heel goede vraag. Bijna dezelfde samenstelling, opnieuw nog iets krachtiger. Er zit ook Cambodja in, die wat komt van zwarte thee. Uiteraard ook een heel sterk ingrediënt. Het zal niet, of het kan, uiteraard Ionix vervangen, maar het kan aansluitend werken. Heel veel mensen zullen bijvoorbeeld zeggen van, als ik on the road ben, ga ik een flesje Adaptogen meepakken, ben ik thuis misschien makkelijker om uiteraard met de grote fles te werken. Dus het kan inderdaad een combinatie zijn van en, met de elixiers. Sophie vraagt wanneer zou Bulgarije erbij komen? Vrij snel. Ze zijn aan het focussen inderdaad op die landen nu, zoals je merkt, dus Roemenië, Bulgarije, zo vrij snel komen. Dan gaan we ook naar het noorden, Estland, Letland. Ik zeg nu maar iets voor de mensen die inderdaad connecties hebben in Estland, Letland. Staat ook al op het lijstje. Vrij snel. En uiteraard, ja, iedereen zet zich zinnen op Dubai. Heel veel vraag voor Turkije uiteraard, Israël, wat uiteraard ook een heel sterk netwerk marketingland is. Ik had eens gezegd Turkije, we gaan een beetje aan de kar duwen bij Isogenix om die market zo snel mogelijk te openen. Sander, up to you, alsjeblieft. Ja, dank je Michael. Zo. Ik zat even ons lijstje door te kijken wat we naar elkaar hadden gestuurd, van hebben we alles aangetekend. En ik wil eigenlijk een paar minuutjes tijd nemen, Maaike, om een paar dingen te highlighten. 1 is 9 november, dat is natuurlijk, het staat, wat is het, 2,5 week, staat het voor de boeg met de Nootropics, maar ook Roemenië. En ik zou je zeggen, wat jij vroeg net van, ja, misschien ken je wel iemand in Roemenië. Nou, ik zou eerlijk zijn, ik ken helemaal niemand in Roemenië. Ik ken helemaal niemand in Roemenië, maar ik heb wel de intentie om in Roemenië te gaan bouwen. Dus ik ben gewoon eens gaan testen. Wat wij eigenlijk altijd in die calls ook naar voren gooien, en met vele andere trainers samen, is, als je niks post, gebeurt er ook niks. Als je niks roept, gebeurt er ook niks. Als je je intentie niet uitspreekt, als je je verwachting, je doel, je visie, je missie niet uitspreekt, dan kan er ook niemand op reageren. Dus ik ben geen super expert op social media, maar ik heb wel die banner van Isogenix over Roemenië gaat eraan komen. Die heb ik van de website afgehaald. Die heb ik gekopieerd, op mijn telefoon gezet. En ik ben gewoon in mijn stories wat gaan posten. En Warempel. Ja, aan de ene kant hoor ik, ja, hij heeft altijd geluk. Nee, je trekt iets aan. Ik heb vandaag, ja, ik zat een beetje te stotteren. Ik heb vandaag iemand ingeschreven. Een vriend van mij, voormalig bondscoach in de tennis.
van de Nederlandse Tennisbond. Professionele tenniscoach, met wie ik al eerder heb samengewerkt. En hij is, zeg maar, weer teruggekomen, want hij zag die banner met Roemenië. Hij zegt, Sander, kan je meer vertellen over Roemenië? Ik zeg, ja, maar ik doe geen zaken op de app. Ik zeg, dan gaan we even koffie drinken. Maar ik kon alleen vandaag nog maar, want morgen gaan wij naar ergens in Frankrijk heen. Ik zeg, nou, is goed. Dan spreken we af. Ik zeg, maar waarom Roemenië? Hij zegt, ja, ik heb gewoon een goede vriendin van mij. Die werkt in Parijs als fysiotherapeut, heeft haar eigen kliniek, heeft nog een salon erbij, maar komt uit Roemenië en kent daar heel veel mensen. Zij was een van de top 5 tennisspeelsters in Roemenië. Hij zegt, kunnen we daar aan de slag? Ik zeg, nou, ik kan 2 dingen doen. Ik zeg, we kunnen wachten op 9 november. Snooze it or lose it. Ik zeg, of we gaan nu beginnen. Wat heeft je voorkeur? Vanaf 9 november geld verdienen of nu al? Ja, nou, hij kent mij, dus hij weet dat ik respecteer de producten. Ik vind de producten geweldig. Maar mijn beste product is het verdienmodel. Ik heb het over geld. Ik wil mensen aantrekken die geld willen verdienen. Dus hij zegt, nou, ik wil nu wel beginnen. Ik zeg, nou, supergoed. Dus waarom vertel ik het nu natuurlijk nu weer veel te gedetailleerd? Sorry daarvoor. Maar dat is meer omdat ik heb de intentie gehad, en dat wil ik graag bij jullie meegeven. Ik heb de intentie, ik wil graag in al die landen waar ICDanks gaat komen, maar ook waar we al zitten. Want we zitten in 23 landen. En we kunnen blijven roepen, wanneer gaat Dubai open? Wanneer gaat dat landen? Zit jij al in die 23 landen die nu al open zitten? Of zitten we alleen met de mik op de landen die nog niet open zijn? Er is nog zoveel te behalen in Nederland en België. Er is nog zoveel te behalen in Scandinavië. Weet je hoeveel dat te halen is in Duitsland? We hebben er een aantal in onze downline zitten. Maar er zitten 90 miljoen dikke Duitsers te wachten op producten en op een verdienmodel. Alleen daar al kan je financieel onafhankelijk worden. En natuurlijk is het mooi als die landen erbij komen, maar de boodschap die ik wil meegeven, ik draaf een beetje door, is als jij uitspreekt wat je zoekt, als jij post wat je zoekt, ga je het eerder op je pad krijgen dan als je het bij je houdt, als het best bewaarde geheim. Dus ons advies is, laat met enige regelmaat in een goede variatie dingen op je socials voorbij komen, drop het in je netwerk, zet het op je WhatsApp-status, gebruik meerdere kanalen op verschillende momenten, want gaat iemand op je pad komen die zegt, ik zag iets over Roemenië. Of ik zag iets over nootropic, ik zag iets over focus, geheugen, memory, mentale alertheid. Wat is dat product? Ik zag iets over een VIP-wachtlijst dat ik me al kon opgeven om straks als een van de eerste informatie te krijgen of dat product te bestellen. Dat is wat ons met, voor degene die al een paar maanden meedraaien of een jaar meedraaien. Kan je nog herinneren dat collageen naar de markt kwam? Of ben ik de enige? Dus een jaar geleden, volgens mij was het augustus vorig jaar, dat we met collageen begonnen. Maar voordat we begonnen, waren we al 3, 4, 5 weken, sommigen zelfs langer, flink op social media, reclame aan het maken, herrie aan het maken. Er komt iets aan, er komt iets aan, er komt iets aan. Wil jij meer informatie? Stuur mij een DM. Ik zet je op de wachtlijst, op de VIP-wachtlijst. Dat zorgde ervoor dat toen we konden bestellen, dat we op één dag, dat iedereen die dat had gedaan, tientallen klanten zelf of met zijn groep aan het inschrijven was. Daarom hadden we mensen die in één keer door de 40 cycle bonus, 60 cycle, 100 cycle bonus, bijna 250 cycle bonus doorheen gingen. Weet je nog, Michael, toen? En niet alleen jij, echt tientallen mensen die door de roef gingen. Nou, zo'nzelfde moment kan je ook weer creëren hiermee. De beste manier om jezelf een push in inkomsten te geven. De beste manier om jezelf een push in inkomsten te geven, is ervoor te zorgen dat de mensen in jouw team een push in omzet krijgen. Maar als iedereen dat wil, hoe ga je dat dan doen? Er zijn 2 dingen waarmee ICJennings ons instrumenten geeft, gelegenheid geeft, om zo'n omzetpush, waarin iedereen elkaar omhoog duwt, voor elkaar te krijgen. Dat is 1, met promoties, dus bijvoorbeeld die Rapid Crystal Reset, dus we hebben nog tot en met volgende week zondag te gaan om Crystal Director te worden. Dus voor iedereen die nog geen 6 consultants heeft, maar 1 of 2 of 3 of 4 of 5. Doe wat nodig is. Wees creatief. Neem contact op met je sponsor en zeg, ik kom er wel uit of ik kom er niet uit. Maar, en als je er niet uitkomt, hoe kunnen we het toch nog voor elkaar krijgen? Want jij wil die €1.328 Crystal Director bonus wil je niet laten liggen. Dat is gewoon serieus geld. 1.328, daar kan je toch een week voor op vakantie? Met je partner, vriend, vriendin, et cetera, et cetera. Dus 1 is acties. Dat zorgt ervoor, als jij die actie zelf benut en de energie overbrengt naar je teamleden en hun vraagt om die actie te verzilveren en dat zelf door te geven,
Dan ga je door dat plateau heen. Dus acties is 1. En 2 is nieuwe productlanceringen. En 3 is trouwens nieuwe landenlanceringen. Maar 2 is nieuwe producten lanceren. Dus op 9 november. Dus niet van nou, we gaan beginnen met Nootropic. Nee, op 9 november gaat iedereen zijn bestellingen invoeren. Niet alleen voor zichzelf en voor je gezin. En je wil ook samples inkopen voordat dadelijk weer de eerste batches uitverkocht. Want je wil niet achter het net vissen. Nee, je wil al die mensen die je tussen nu en 9 november registreert op jouw persoonlijke VIP-wachtlijst, die ga je allemaal op 9 november inkloppen. Dat is de bedoeling. Volgens mij valt het op een woensdag. Dat wordt een fantastische dag. Ik zou wat uurtjes vrijhouden om al die orders in te boeken en om je teamleden achter de broek, ik bedoel, te motiveren om datzelfde te doen. De acties, nieuwe producten en landen openen. Ja, precies, let's go. Ik kan niet meer rustig praten. Ik ben zo opgewonden hiervoor. Omdat ik weet dat heel veel mensen hun eerste 5 cycle gaan halen. Ik weet heel veel mensen gaan hun eerste 10 cycle bonus halen. Of 20 cycle bonus halen. Of een nieuwe ranking halen. En weet je wat het gaafste is van dit? Het gaat niet om jezelf. Het gaafste is, hoeveel mensen kan jij uit jouw team krijgen naar hun volgende dingetje? 5 cycle bonus, 10 cycle bonus, een nieuwe ranking. En whatever. Dat is. En dan kom jij zelf ook wel verder. Daar gaat het om. Richt je meer op de ander dan op jezelf. Richt je meer op de ander dan op jezelf. Als je je meer om de ander bekomt in jouw groep, en dat doe je als eerste met de mensen die je persoonlijk hebt ingeschreven, dan ga je verder komen. Die vraag kreeg ik ook, ik zal geen namen noemen, maar er kwamen een aantal mensen bij mij. Ja, Sander, jij had in een van de calls gezegd dat je zou helpen. Ik zei, ja. Maar Sander moet ook zijn tijd managen, dus Sander kan niet 29.362 mensen op de kop af allemaal helpen. Dus in eerste instantie helpt iedereen zijn eigen persoonlijk ingeschreven mensen. Dus als je geen hulp hebt of krijgt, bij je sponsor aankloppen. Hallo sponsor, jij hebt mij toen en toen ingeschreven. Ik heb hulp nodig. Ja, ik heb geen tijd. Hallo sponsor, jij hebt mij toen en toen ingeschreven. Ik heb je hulp nodig, want jij hebt mij ingeschreven met een bepaald doel. Dus je kan altijd bij die sponsor terugkomen. En als dat niet lukt, dan zit er wel weer een sponsor boven de sponsor. Er is altijd wel weer iemand die je kan helpen. Maar terug naar Nootropic, voordat ik te veel doordraaf. We hebben nog 2,5 weken te gaan, tot 9 november. Om 2 dingen te promoten. Minimaal 2 dingen te promoten. Eén is Roemenië komt eraan. Zie je wat er gebeurt. Ik heb vandaag Mark Kalkman geregistreerd. Kwam puur door Roemenië. Hij heeft zichzelf ingeschreven. Hij heeft zijn zoon Justin in zijn powerleg ingeschreven. En Roemenië komt in zijn linkerkant. In 1 dag een driehoekje. Hoe grappig is dat? Bom, 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 bom. Omdat ik de vraag stelde die ik van Michael heb geleerd. Wil je het snel bouwen of wil je het langzaam bouwen? Ga je voor een extra inkomen ernaast? Of wil je het volledige potentieel benutten? Zou je financieel onafhankelijk mee willen worden? Ja, dat laatste. Hij wilde het wat sneller en hij wilde het grote potentieel. Nou, supergoed. Dan gaan we aan de slag. Dan gaan we het vandaag in orde maken. We gaan je driehoek in orde. Nou, top. Ik speelde in op zijn needs and wants. Dus 2 dingen voor 9 november. Roemenië en Nootropic. En Nootropic kan je best een paar keer per dag met verschillende banners en teasers en filmpjes terug laten komen. Waar wij onszelf vaak in de weg zitten, is dat we denken, dat is je eigen mindfuck, sorry voor de taal, maar is je eigen mindfuck. Er wordt te veel gedacht, ja, maar ik wil niet pusherig zijn. Ik wil niet te enthousiast overkomen. Er is niks als te enthousiast. Je bent enthousiast of je bent er niet. Enthousiasme is 50% van het succes. Waarom denk je dat de mensen die veel mensen elke maand activeren, opstarten, inschrijven? Hoe denk je dat het komt? Nou, omdat ze één veel actie nemen, maar ook omdat hun energieniveau, hun enthousiasme niveau, ze praten niet zo, op een hele rustige manier, redelijk monotoon, terwijl Michael iedereen weer even mute. Nee, ze praten upbeat. Sander, ik heb je ook gemute, Sander. Sorry. Je klikt me net weg op het hoogtepunt. Ja. Godkeleer. Nou, daar gaan we geen grapjes over maken, maar dat knippen we uit de recording. Dan ben ik helemaal kwijt. Oh shit, wat had ik dan? Ik weet niet meer waar ik het over had. Help. Wie kan me helpen? In welke richting zaten we? Enthousiasme, ja, dankjewel. Tine, top. Zie je, er is altijd hulp. Als je vraagt om hulp,
Hey. Dan zou je dat altijd krijgen. Dus de enthousiasme, je energie, dat is ook wat volle zalen trekt. Mensen die monotoon praten, een beetje zwaar, moedig praten, dat trekt geen mensen aan. Dus terug naar nootropic, want daar zouden we vanavond ook over hebben. Al die, heel veel van die banners en filmpjes staan al op de actiepagina. Isagenicsbusiness.com. Even inloggen en dan heb je al die pagina's voor Collagen Elixir, Celetwa, maar ook nootropic. Dan kan je banners, postertjes, videofilmpjes en dergelijke, kan je allemaal vandaan halen. Je kan allemaal nu gaan posten. En maak er een comment bij als je dingen gaat posten. Stuur mij een DM om je op, mijn VIP wachtlijst te zetten. Zodat je als eerste informatie kan sturen. Zodat je als eerste kan gaan bestellen. Zodat je als eerste de beste kortingslink kan sturen. Je wil dat mensen jou de gegevens geven. En dan kan je ze vast wel filmpjes sturen, informatie sturen. Iets vertellen over ingrediënten. Maar vooral vertellen over wat ze van het product kunnen verwachten. Vermarkt het resultaat. Wat je ervan kan verwachten is dat en dat. Focus, mentale alertheid, concentratie, geheugen. Dat is wat Nootropic Elixir gaat doen. Weet je hoeveel mensen de behoefte hebben aan focus? Aan energie, aan alertheid. Studenten, mensen in het bedrijfsleven, mensen die een beroepsgroep hebben waarin je je goed moet focussen. Chirurgen, accountants, advocaten, mensen die precisiewerk doen. Al tandartsen, dat heb ik ook gehoord. In Amerika zijn er echt giga veel tandartsen die ook heel goed gaan op de Nootropic Elixir. Mensen met dat ADHD gebeuren. Nou, gewoon testen. Gewoon testen. Probeer het eens 30 dagen. Als niks is, stuur terug. De beste manier om iemand over de streep te trekken. Probeer het eens 30 dagen. Dus het is nu het moment. Je hebt 2,5 week te gaan om je VIP wachtlijst vol te bouwen. En we gaan dadelijk op 9 november zien wie de vruchten gaat plukken zelf. En het heeft gedupliceerd met zijn team om die orders in te boeken. Op 9 november gaan er een aantal mensen opstaan die door het plafond heen gaan met hun cycles. En dat zijn de mensen die leading by example, die dus nu al zijn begonnen of gaan beginnen met het posten van Nootropic Elixir. Stuur je gegevens voor mijn VIP waitinglist. Maar dat ook dupliceren. Alles wat je doet, wil je dupliceren. Dus wat jij doet, is dat de moeite waard om te dupliceren. Geef dat door aan je team. En als iedereen het doorgeeft aan zijn of haar teamleden, ja, daar zit de kracht. Komt er een actie voor de Nootropic? Ja, de actie is, hij is vanaf 9 november verkrijgbaar. En wees er snel bij voordat het uitverkocht is. Dat is de actie. Want er staan geen miljoen flesjes in Venlo. Dus de actie is, geef je op voor mijn VIP waitinglist, zodat je als eerste kan bestellen en niet achter het net vist. Je wil urgentie creëren. Schaarste creëren. Het is niet van, er staan miljoenen flesjes. Nee. We hebben de eerste batch uit Amerika binnengekregen. En het is first come, first serve. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op is op. Dat is de actie, Bernadette. Op is op. Die urgentie, die tijdsdruk, die urgentie. Dat is wat jij als distributeur, als associate, wil gaan communiceren met je netwerk. Oké, ik spreek even op mijn briefje. Ja, volgens mij heeft Michael gehad, maar ik moet het toch noemen. Vanavond is de laatste avond dat je voor de New Year kick-off de tickets met early bird tarief kan kopen. Dus als je nog geen tickets hebt, ik zou je aanraden, want vanaf morgen gaat de prijs omhoog. Je kan ook wat extra tickets kopen voor mensen die je wilt meenemen. Dat kunnen aanstaande klanten of aanstaande businesspartners zijn. Het is helemaal geen gek idee om 5 tot 10 extra kaartjes te kopen voor mensen die je in de komende 2 maanden gaat toevoegen aan je team. Kan je ook zeggen, als je nu registreert, krijg je van mij een gratis kaartje voor New Year Kick-off, een trainingsmoment begin van het jaar. Evenementen hebben we het over gehad, Nootropic Elixir. De marketingmachine moet nu echt wel op volle toeren gaan draaien. En er komt morgen een nieuwe campagne. Michael, ik weet niet of we er al iets over mogen zeggen, wat te maken heeft met de Celetwa. Doe maar. Iets over? Ja, oké. Dus ik als Celetwa-expert, Tom Barendrecht en ik staan bekend als Celetwa-expert. Celetwa is de skincare, het systeem. Met 4 producten. Oh, wat voel ik me hier onwennig bij. Maar het zijn topproducten. En er komt een promo met die ice globes. Kan je dat nog herinneren? We hebben die eerder gehad. Dus die actie wordt morgen gecommuniceerd. Volgens mij staat die vanavond al in de... Dankjewel. In de executive Facebook groep. Morgenochtend gaat er een e-blast. Een e-mail uit naar alle associates.
naar Nederland en België. Er staat precies in wat de actie inhoudt. Maar het komt erop neer dat als je Cellet 2 gaat bestellen voor een bepaalde punten of waarde hoeveelheid, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar er zijn een beperkt aantal, dus dat is de actie, er zijn een beperkt aantal van die ice globes waar je mooi mee je gezicht kan bewerken, verkrijgbaar. Dus ook daarin, snooze it or lose it, niet denken, oh, dat geef ik volgende week wel door aan mijn klanten, of dat geef ik volgende week wel door aan mijn team, want dan is het weer uitverkocht. Dat hebben we met veel artikelen al gezien, dat zien we met limited edition producten, dat zagen we met de mango shakes, die waren binnen de kortste keren verkocht. We hadden tientallen mensen zeiden, oh, ik had de mango shake willen bestellen. Het is nu al uitverkocht. Ja, snooze it or lose it. Snooze it or lose it. De topverdieners in netwerk marketing. Als jij wil wat de topverdieners wil, moet je gaan doen wat zij doen. De topverdieners in netwerk marketing, die kopen als eerste spullen in. Zelfs als een autoship later staat gepland. Je wil niet als laatste in de rij staan om producten te bestellen. Je wil die als eerste hebben, zodat je als eerste marketing kan doen. Zodat je als eerste mensen kan samplen. Zodat je als eerste mensen lekker kan maken van, wat een gaaf product. Maak een videootje, ik heb een nieuw product. Of die Ice Globes, of dadelijk de Nootropic Elixir. Op 9 november is mijn advies, hè, doe ermee wat je wil. Maar mijn advies is, op 9 november, sla voldoende Nootropic Elixir voor jezelf, je partner, een aantal familieleden en voor je prospects in. Je hebt ook samples nodig, zelfs met die collageen. Ja, precies, Bernadette had geschreven, ik had 10 zakken mango besteld. Ja, dat was alleen maar voor persoonlijke consumptie, Bernadette. We hebben daar ook nog meer besteld voor mensen die dan te laat waren. Of klanten. En dan verkochten ze voor dubbele prijs. Ja, je bent te laat. Het is nu dubbele prijs. En anders eet ik ze zelf op. Dus met die Nootropic Elixir, sample goed. Dus je hoeft geen hele dozen te samplen. Maar zo'n shot flesje, supergoed. Ik heb in Amerika gevraagd, hoe lang gaat het duren voordat je resultaat merkt van de Nootropic Elixir? Is misschien ook handig om te weten. Want met de collageen zeggen we vaak, in de eerste 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen heb je echt wel zichtbaar resultaat. Supergoed. Nootropic Elixir. Instant result. Instant result. Dat kan dus zijn dat mensen in 1, 2 of 3 shots al waarneembaar resultaat hebben. Waarneembaar resultaat. Dus koop voldoende nootropics in voor jezelf, de mensen in je directe omgeving, je klanten, die misschien direct over de toonbank bij je aannemen, maar ook samples. Een belangrijk onderdeel van je omzet is het gebruik van jezelf en je teamleden, het gebruik van je klanten, maar ook het samplegedrag van de mensen die dit als business bouwen. Het samplen van een product is een belangrijk component in het vergroten van de omzet. Dus hoe jij samplet, is hoe je organisatie samplet. Wat geef je weg? De collageen en ik schenk het uit over 4 cupjes of sample je hele flesjes? Wat jij doet, is wat er gekopieerd gaat worden. Oké, we zitten in de finale. Kijk nog één keer op mijn speakbriefje en dan ronden we af. We hebben het gehad over evenementen. New Year Kickoff, superbelangrijk. Je kan vanavond nog kortingkaartjes kopen. 9 november hebben we het over gehad. Vanavond eindigt de omzetmaand. Morgen beginnen we de nieuwe omzetmaand. Die heeft weer 4 weken. Michael heeft de link voor de Zack & Eden call, die zometeen om 9 uur gaat plaatsvinden, call gezet. Ik denk dat we gaan afsluiten met het volgende. Alles wat jij wilt, daar komt hij. Alles wat jij wilt is mogelijk. Om het mogelijk te maken ga je een paar dingen doen. Dat zijn die 7 core commitments, want die vraag kreeg ik ook van iemand van de week. Waarom komen die 7 core commitments elke week terug? Die weten we nu wel. Ja, maar tussen iets weten en het doen en het dupliceren, daar zit een wereld van verschil. En Michael en ik, met al die andere leiders die de trainingen verzorgen, wij gaan net zo lang door met de basics, dat zijn onder andere de 7 commitments, totdat iedereen die hier geld in wil verdienen, de 7 core commitments uitvoert. Dus je leert het, je voert het uit en je dupliceert het. Want als je dat doet, je gaat veel meer succes aantrekken. Voor jezelf en voor je teamleden. Voor jezelf en voor je teamleden. Daar zijn die 7 core commitments voor. Dus de uitdaging is, dat is mijn allerlaatste opmerking, evalueer eens voor jezelf die 7 core commitments. Welke pas jij nu al toe en dupliceer je? En welke geef je jezelf nog net geen voldoende, dat je denkt van, oh, die moet ik eigenlijk nog beter op gaan pakken. Gewoon eerlijk zijn naar jezelf. En dan dupliceren naar je groep. Dan gaan we allemaal met die acties, nieuwe producten en nieuwe landen, de komende 2-3 maanden dit jaar echt fantastisch goed afsluiten en het nieuwe jaar goed opstarten. Dat gezegd hebbende, bedankt voor je aanwezigheid. We hadden weer tegen de 60 mensen in de call. Graag volgende week allemaal mee. Zijn we erbij en we wensen jullie allemaal een goede week.
Tot ziens allemaal, fijne avond.